Yes, my baby, no, sir. Don't be baby, yes, sir. That's my baby now. Sweet queen, yes, sir. We've decided no, and we won't hide it, yes, and you're invited now. Yes, right now. By the way, when we reach the preacher, I'll say, with feeling, yes, sir, that's my baby, no, sir, don't mean maybe, yes, sir, that's my baby now, right now. By the way, when we reach the preacher, I'll say, put it up one tone higher, yes, sir, that's my baby, no, sir, don't mean maybe, yes, sir, that's my baby now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Don't mean maybe. That's my baby. That's my baby now. En we zullen vandaag bij deze officiële opening een kleine muzikale omlijsting verzorgen samen met de Oosterhoutse Nachtegalen en Brunchtime. We vervolgen dit korte programma met een nummer dat we met de Oosterhoutse Nachtegalen ooit uit Polen hebben meegebracht. En het is een nummer dat gaat over de rivier de Wisła, die onder andere door de oude stad Krakau loopt. Dit nummer is eigenlijk een ode aan deze prachtige rivier. En let op, het is gezongen in een Pools dialect dat gesproken werd door de Polen die in het zuiden van het land in de bergen wonen. Zagen onze nachtegalen eruit in de oorlogsjaren. Vandaar. We vervolgen met Red Sails in the Sunset. Red Sails in the Sunset, way out on the sea. Home safe.
safely to me. He sailed at the dawning. All day I've been blue. Red sails in the sunset. I'm trusting in you. Swift wings you must borrow, make straight for the shore. We'll marry tomorrow, and he'll go sailing no more. Red sails in the sunset, way out on the sea. Oh, carry my loved one home safely to me. Home safely to me. Home safely to me. Toen ik op het koor zat, ging het koor op tournee naar Zuid-Afrika en namen ze dit liedje mee terug. Takana kilo kilo umpecheni kumlomo. Takana kilo kilo umpecheni kumlomo. Van der Akker aan zijn openingsverhaal zal beginnen. Willen wij nog één nummer uit de tijd van de 40e jaren voor u brengen. Rum en Coca-Cola. If you prefer
They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one good real fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Golden Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. You will see your man's an Alamish. GI romance with native beach. The whole night long with tropic love. Next to sitting hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola. Golden Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankees Allah. In botanical gardens in afternoons, native bands play Yankee tunes. Native bands until they drop. I think native draw is stop. Think rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Allah. To Molen's Eye, native girls with dance and smile. They wear cross skirts and that's okay. Yankee like to hit the hay. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both father and daughter. Working for the Yankee dollar. Drinking rum and Coca-Cola. Slapende schelkelders. We zullen ze vandaag eens wakker schudden. Goedemorgen, beste genodigden. Hartelijk welkom op deze best wel unieke bijeenkomst. En een speciaal welkom aan Piet van Heerbeek, die als een van de 8 verzetsmannen van de Pater Kersenmakersgroep toch maar hier aanwezig is. En dat mede natuurlijk door de inspanningen van zijn dochter. Ook een warm welkom voor de delegatie van oud-militairen. Straks woordelijk vertegenwoordigd door Jan Meerdink. Tevens een afvaardiging van de Poolse outsiders die onze vrijheid hier ter plaatse hebben bevochten. En verder verwelkomen wij natuurlijk alle andere gasten zoals familie, vrienden, maar vooral ook de jongeren hier aanwezig. Zij zijn hier onder meer vertegenwoordigd door de 2 prachtige koren, namelijk de met de Oosterhoutse cultuurprijs onderscheiden Oosterhoutse nachtegalen en ons prachtige... Ja, dat mag toch geapplaudiseerd worden. En ons prachtige kinderkoor de Vlierenfluiters, die hun... Die hun thuis hebben in deze prachtige, door Nederlands befaamste architect Pierre Kuipers ontworpen Sint-Antoniuskerk. Deze jongeren, die de toekomst zijn, kunnen mede door deze publieke openstelling zich nog meer bewust worden hoe onze voorouders geschuild hebben voor het oorlogsgeweld. Ook welkom aan de mensen van de pers en diegenen die deze dag gaan vastleggen qua beeld en geluid. Ik beloof u dat we er een mooie ceremonie van gaan maken. En ik geef dan ook nu graag het woord aan Martin van Halderen, die als voormalig waarnemend voorzitter van de Heemkundekring De Heerlijkheid uit Oosterhout u verdere uitleg geeft en een stukje historie aanhaalt. Dank u wel. Welkom allemaal. Beste mensen, we gaan het eerste stukje geschiedenis dit hier ter plekke in Oosterhout tijdens de bevrijding en bij de oorlog heeft afgespeeld. Dat gaan we hier even in beeld brengen, woordelijk dan. Daar kon
Jan Meerding gaat er een stukje over vertellen. En Nico Bekers, maar die kondigen we direct wel aan. Gisteren was het 4 mei, toen hebben we onze doden herdacht. En de jonge mensen die daarbij gesneuveld zijn, de meesten. En dankzij hun kunnen wij nu van onze vrijheid genieten en kunnen wij deze dingen doen. Vandaag is 5 mei en dus hebben wij de dag uitgekozen om de schuilkelder, die in de Tweede Wereldoorlog hard nodig was, te redden. Want oorlog is geen flauwekul. Kijk maar op de televisie, dan zie je het bijna dagelijks langskomen. De heemkundekring in overleg met Paul en Hans van Akker een dingen aangevraagd, een monumentenstatus voor deze schuilkelder als oorlogserfgoed. Dat is nog niet binnen, maar dat komt er wel aan. Deze schuilkelder is een herinnering van de onvrijheid in de Tweede Wereldoorlog. En nu kan het als symbool zien van onze vrijheid. Goed, wat wij nu als normaal beschouwen, dat wij kunnen zeggen wat we willen in onze samenleving. En dat je er nooit iets problemen mee zou kunnen krijgen. Dat was in de oorlog wel wat anders. Want als je in de oorlog iets over de oorlog besprak, het was eigenlijk onverantwoord. Mijn vader heeft ons geleerd, let op, de muren hebben oren. Daar wou ik je mee zeggen, praat nooit over dingen die de oorlog betreft. Want je kon nooit vaststellen wie of wat het zou horen. Sorry. Goed, en dat was ook bloedlink. Want als in de oorlog, je wist nooit hoe een verhaal bij de vijand kon komen. En als je door de vijand gepakt werd, dan werd er transport naar Duitsland gesteld, naar een concentratiekamp of werkkamp. En in het slechtste geval werden ze zelfs gefusilleerd. Dus dat was een hele gevaarlijke tijd. Nou kunnen we het eigenlijk bijna niet voorstellen, maar zo ging het er toen naartoe. Ik kan een stukje vertellen wat ik zelf meegemaakt heb, want bij de bevrijding begon de oorlog. Hebben wij al dikwijls gehoord, dat verhaal. Want we hadden eigenlijk in Oostrijk niet zoveel geweld meegemaakt. Maar op 30 oktober 1944 stond er plotseling bij ons, waar ik dan woon, want dat is op veel plaatsen in Oostrijk was het geval. Maar in mijn situatie stond er plotseling op de hoek van de Koningsdijk. Er stonden twee tanks. En dat is de kruising Koningsdijk-Julianenlaan Kruisstraat. Kunnen jullie weinig voorstellen van vroeger? Nou, wat gebeurde? De buurt en iedereen, onze ouders ook, die zeiden er naartoe natuurlijk. Dus wij allemaal naar die tanks toe. Maar dat ging niet goed. Daar sprongen een paar militairen af met het geweer in de aanslag. En die sommeerden ons om zo snel mogelijk daar te vertrekken. Want wat wij nog niet snapten, de buurtbewoners en onze ouders niet meer, dat is dat wij eigenlijk maar 200 meter van de vuurlinie afstonden. Want achter Zwaaikom, dus op Vrachelen, daar stonden de Duitsers nog. Die hadden alle bruggen opgeblazen. Dus met gevolg dat ze dus niet snel benaderd konden worden. Maar wij stonden in die vuurlijn. Dus toen we weg waren, we waren nog maar enkele minuten weg. En toen vlogen de eerste granaten al over. En die troffen dan Julianenlaan, Willemstraat, Gaststraat, Eerste Keerstraat. Die lagen namelijk haaks op de vuurlinie. Dus dat waren de gevaarlijkste plekken. Onze straat was een beetje gunstiger. Wij lagen in de lengte van het vuur. Dus dat was een beetje gunstig in deze situatie. Waar wij later, heb ik dan een keer met Jos van Alphen in de puzzel in elkaar kunnen leggen. Want in de Eerste Keerstraat, dus met die eerste granaten die toen gevallen zijn, is Jan Willem Verlaat getroffen. Die kreeg een scherf in zijn rug. Heeft nog 2 dagen in het ziekenhuis, in het Sint-Joop ziekenhuis gelegen en is toen overleden. Die had namelijk net in de Kerkstraat bij de Engelsen gestaan. Hij was iets, ik geloof 32 jaar. En hij sprak Engels, dus hij had met die bevrijders staan praten. En hij was naar huis gegaan en hij ging dat onze familie, onze kinderen vertellen. En die zaten in de schuilkelder en hij zat op de bovenste tree. En dat was natuurlijk bloedlink, want toen kwam er een scherf in zijn rug. Dat is een van de dingen die mijn vader, wij zaten zelf bij ons thuis in de schuilkelder, die zei altijd,
als wij erin waren, we hebben al 4 à 5 dagen hebben wij in die schuilkelder moeten verblijven, omdat het zo wat dag en nacht de vuren doorging. En dan zei hij, blijf bij dat kelderraampje weg. Want ja, kinderen, wij willen natuurlijk wel buiten kijken. En die kelders waren niet zo diep, dus dan moesten wij beneden dat raampje blijven. Want hij zei, scherven komen overal, die kan er niet tegenhouden. Dus als je pech hebt, dan flitsen ze binnen. En zodoende heb ik dus met de oorlogservaring meegemaakt. Op het moment dat de bevrijding aanstaande was. Wat er ook nog van belang is, toen wij bevrijd waren, was de oorlog nog niet echt afgelopen, want dat duurde tot 5 mei. En in die tijd werd er met de regelmaat nog geschoten vanaf het ver bevrijd, ja, eigenlijk boven de Moerdijk, zeg maar. En dan schoten ze met granaten, die kwamen tot Oosterhout toe. Er zijn ook nog verschillende mensen mee gesneuveld. Maar ze schoten ook op V1's en die kwamen van Gelderland helemaal af. Ik denk de meesten van jullie weten wat een V1 was. Ja. Het is de raket, eigenlijk de eerste raket die door de Duitsers uitgevonden was. En die werd door een motortje aangedreven. Die waren bedoeld om Antwerpen, de haven van Antwerpen te bereiken. En om daar de haven van Antwerpen de spullen die daar binnenkwamen van de geallieerden om dat tegen te houden. Dat was de bedoeling van die raketten. Maar ja, als het motortje uitviel, dan stortte hij hier of nee. Dus ook in Oosterhout zijn er verschillende gevallen. Jan Meerdink, die gaat voor ons een verhaaltje vertellen, wat hij ook zelf meegemaakt heeft. En dat is over de razzia's die de Duitsers hielden. En Jan, die kon op dat moment nog net Ad Hoekstra, een van de verzetstrijders, in veiligheid brengen. Dus ik wil vragen bij Jan, zullen we dat al kan doen. Het gebeurde zomaar, heb ik als titel boven dit waar gebeurd verhaal gezet. Maagde, mevrouw en meneer Van Akker, als eigenaar van de vele mysterieuze schuilkelder aan de Sint-Vicentiestraat. Met naar ik meen enige medewerkers en de publiciteit in de vorm van Maarten van Halderen van de heemkundekring. Dames en heren. Monsieur Pastoor van Loon zal zeker met een brede tevreden lach van naar boven zijn geesteskind zijn schuilkelder gadeslaan en wachten op de totale afronding. De heer Van Akker, dat is iets wat ik ertussen gezet heb, want dat heeft hij nog niet gedaan, wat meneer Van Akker heeft. De heer Van Akker heeft de plannen met de daaraan verbonden problemen duidelijk uitgelegd. De voormalig uitgezonden militaire Oosterhout wensen hen, die met de verdere uitvoering belast zijn, alle succes toe. Sta men toe een waar verhaal te vertellen dat betrekking heeft op schuilen, onderdak verlenen aan joden, verzetstrijders en knokploegen, etc. Mijn vader had een winkelwerkplaats aan de Leijzenhoek nummer 3 in ruiwielen en onderdelen. Vele artikelen waren op de bond, zoals pedalen, banden en complete rijwielen. Nu ons avontuur. Ik had een klant in de winkel geholpen en liet hem langs de voordeur naar buiten. Toen ik de deur dicht deed, zag ik vanuit mijn rechterooghoek dus een stafauto van de SD, ziekenhuisdienst, de hoogte van Café van der Zanden stoppen. Twee militairen stapten uit en liepen naar de huizen aan de rechterzijde en bekeken zeer waarschijnlijk huisnummers. Toen begon bij mij het alarm af te gaan en liep ik naar de gesmeerde bliksem naar onze werkplaats, bracht in korte bewoordingen mijn vader op de hoogte wat ik ging doen en fietste de Waterloostraat heen richting sigaarfabriek Lombok, waar Adrie Hoekstra met zijn broer Joop op de kantoren werkte. Ik bracht hem op de hoogte van mijn gedachtegang en Adrie zei, juist gehandeld. Ben je met de fiets? Ja. Dan als de donder hier vandaan voordat ze ons oppakken. Ga jij fietsen, dan spring ik achterop en geef je de weg aan. Veerse weg, links, Mildense Steeg, boven aan de kant van de polder. Langs de Klaterse Dreef naar een vaartpad richting Goortse Brug. Daar aangekomen ben ik afgestapt, de brug opgelopen om te zien of er wel schildwachten stonden. Ging. Richting Vrachtse Straat. Voordat wij daar aankwamen zei hij, stop maar Jan, omdraaien en langs dezelfde weg terug. Groet je ouders hartelijk van mij en kijk niet om. Wat je niet weet, weet je niet. Zonder om te kijken ben ik met een tevreden gevoel naar huis gereden. Niet enig bericht meer van hem ontvangen.
tot op 4 mei 1995, tijdens de onthulling van het bevrijdingsmonument in het stadspark nabij de Neuvel. Zij woonden in Australië en waren, Adrien en zijn vrouw, voor deze onthulling uitgenodigd. Hij kon dan gelijk zien dat zijn broer Freddy in 1940 gesneuveld zijn naam op het tablet aangebracht was. Jos van Alphen uit Dorst belde mij en vroeg of ik naar de onthulling kwam. Ja hoor, hier kom ik ieder jaar. Jos zou Adrien zijn vrouw bij het monument opvangen en naar mijn huisadres aan de Vrijstraat 21 begeleiden. Geweldig wat een weerzien en uitbundige begroeting. Na koffie en een drankje, waarvan Adrien het woord vroeg. Beste mensen, fijn jullie na zoveel jaren terug te zien. Ik was hier nooit meer geweest als Jan niet zo kordaat gehandeld had en mijn leven gered heeft uit handen van de Duitsers. Als dank, denk ik, een dank, was dat dan? Aan hem dank, oh sorry hoor, aan hem dank ik mijn leven. Na enige prettige uurtjes hebben we afscheid van elkaar genomen. Kort daarop is hij weer naar Australië vertrokken en niets meer van hem gehoord. Totdat ik op 13 januari 2000 van zijn vrouw een luchtpostbrief kreeg met de mededeling dat Adrie Hoekstra, 81 jaar oud, op 1 februari 1998 was overleden. Ik heb het er even slecht mee gehad. Zijn schuilplaats is tot op heden geheim gebleven. Adrie, rust en vrede, ik zou het zo weer voor je doen. Dames en heren, bedankt voor uw aandacht. Wij gaan inderdaad weer proberen om in de sfeer van de 40e jaren terug te komen. Dat gaan we doen met zowel het nummer als met de techniek die wij van Juda Dennis op dit moment genieten. Maar wij hebben ook onze eigen aanvulling. Of all the girls I know, and I know some, until I first met you I was lonesome. So when you come inside, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit it. It's an expression that really fits you. And so I racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. Bei mir bist du schön, please let me explain. Bei mir bist du schön, meet you grand. Bei mir bist du schön, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say bell, or even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I try to explain, by mere is to shame. So kiss me and say you'll understand. I could say bell, or even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I try to explain, by mir bist du schön. So kiss me and say that you will understand. Para 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 para. Ja. En als afsluiting van ons blokje sluiten we af met de in de 40e jaren zo goede steun zijnde Glenn Miller in the Mood.
This is what you're calling me to do tonight. Oh, if you're in and would be close, I'm feeling just right. I was up in the corner with the table for two. There's a music mellow, it's some gay rendezvous. There's no chance romancing, it's a blue attitude. You've got to do some dancing to get in the mood. This is what you're calling, it's a timely idea. Something stranger than it would be good to my ear. Everybody must agree that dancing has charms. When you have the certain one you love in your arms, stepping out with you will be a sweet interlude. A builder apple that will put me in the mood. In the mood, that's it, I've got it. In the mood, your evil spotted. In the mood, I want to hold it. Be alive and get the jive. You've got to learn how. In the mood, that's it, I've got it. In the mood, your evil spotted. In the mood, I want to hold it. Be alive and get the jive, you've got to learn how. And this is what you're calling, all you needed was fun. You can see the wonders, what this evening has done. Your feet were so heavy till they hardly could move. Now they're light as feathers, and you're riding the groove. You were only hungry for some musical food. You're positively, absolutely in the mood. In the mood. Got it, in the mood. Spot it in the mood. I want to hide it. Be alive and get the jive. You've got to learn how. In the mood. That's it, I've got it. In the mood. Your evil spot it. In the mood. I want to hide it. Be alive and get the jive. You've got to learn how. This is what you're calling getting adapted to you. It will show the world what good influence can do. Never felt so happy, good and fully alive. Seen the championship is a powerful jive. Swing room has given me a new attitude. Yes, I am really in the mood. Ik zou Nico Beekers willen vragen om naar voren te komen en een stukje voor te lezen uit een dagboek van Cor Vian in de laatste dagen van de oorlog op de Noord in Vrachelen. En die gaat ons een stukje vertellen over wat in het dagboek van Cor Vian is geschreven. En Nico is tevens oud-nachtegaal om het even te winnen. Goedemorgen allemaal. Ik ga een stukje voorlezen, dat heeft Martin al verteld. Het is een dik, zie je wel, dat hebben we samen gedigitaliseerd met Jos van Alphen en ik. En ik begin met 3 november, eigenlijk de laatste dag van de oorlog in Den Hout. De aanval op Den Hout is rond 4:30 heviger geworden. Het granaatvuur is niet meer van de lucht. Wij sliepen rustig door, tot 6:00 zowat. Opeens schrokken we wakker. Zeker van een granaat die vlakbij insloeg. Maar het bleef niet bij 1. Nummer 2 en 3 volgden direct. Wij uit ons bed. Maar waar moesten we blijven? Ergens anders dan in de kelder. Moeder zei, ik ga een kop koffie zetten en een boterham klaarmaken. Dat is een beetje verzettelijk. Ja, wij zouden het anders zeggen. En dan kunnen we maar zien als het soms nog erger wordt. Dan heb je toch wat op. Want misschien kun je vanmiddag wel niet meer eten. Het petroleumstel werd aangestoken. En een ketel water opgezet. Het was net gebeurd. Over de kamer er weer een stel granaten aan. Nou was het vlakbij dat ze insloegen. Want het kelderraam vloog aan scherven. En pannen kletterden net of alles instortte. Gelukkig dat we niet meer op bed lagen, want ik lag met mijn hoofd tegen het kelderraam aan. Nou hoorde je niks meer dan granaten die kwamen aansuizen en dan insloegen, allemaal vlakbij. Want in de kelder stikte je bijna van de kruiddampen. Telkens kwamen er weer anderen. Het werd angstig. Je hoorde niks als fuut
Klets. Boem. We kropen dicht bijeen. Als er dan één bovenop ons viel, konden we beter allemaal dood zijn. We baden een oefening van berouw en wachten maar wat af wat er verder zou gebeuren. Gegeten hebben we die morgen niet, want dat smaakte niet onder al dat lawaai van pannen en brokstukken die naar beneden kwamen. Ze vielen met honderden tegelijk. Ik werd toch wel een beetje nieuwsgierig hoe het er boven de kelder uit zou zien. Zij zaten dus niet in de schuilkelder, maar eerst in de kelder onder het huis. Gegeten hebben die morgen niet, want dat smaakte niet meer. Dat heb ik al verteld. Nou was het eventjes stil. Ik de trap op, aan de vierde trap van beneden af was ik, of daar kwamen er weer een stel aanfluiten. Ik terug. Tot drie keer terug moest ik telkens. Toen kon ik het tot boven brengen. Nou, dat was een heleboel kapot. De keukenramen. De ramen van de tuindeuren en van de zoldertrap lagen al aan stukken. De gordijnen wapperden aan flarden en er hing ook overal in huis kruiddamp. Verder als de gang durfde ik niet. Want weer kwamen er een stel granaten. Ik met een gangetje terug de kelder in en weer maar afgewacht. Toch werd het nog erg. Het kon nog wat worden vandaag, want het was nog maar 8 uur in de morgen. Het was nou toch wel hevig en vlakbij, want je zat gewoon te schokken in de kelder. Telkens als ze kwamen aanfluiten en dan insloegen, zetten we onze mond en onze handen voor de oren. Dan konden je trommelvliezen niet springen, hadden ze gezegd. Het was bijna niet meer om uit te houden in die kelder. Daarin waren we anders gek geworden. Nu, als het even stil is, gaan kijken naar de schuilkelder in de hof. 1 voor 1 achter elkaar. Maar het werd niet stil. Het bleef alsmaar hetzelfde. Het werd niet stiller. Tot opeens chef Godschalk begon te roepen: kom eruit, kom eruit. Nu werden we nog angstiger. Zeker al doden, zeiden we. Maar niemand waagde het om uit de kelder te gaan. En in de kelder te blijven durfden we ook niet. Dan wagen we het maar op. Eerst zette vader het schuurdeurtje open. Wij achter hem aan. Nou was het ook eventjes stil, maar nog niet 1 minuut. Ik was het laatst en nog maar 35 meter van het huis af, of daar kwamen er weer een stel granaten aan. Ik liet mijn eigen vallen en de kogels floten gelukkig verder. Toen ik ook met een vaartje het gat in. Weduwe Godschalk schrok erg toen we daaraan kwamen lopen. Ze vroeg of we wisten of er iets gebeurd was, want ook zij had chef Godschalk gehoord. Maar we wisten ook van niks. Ik had wel gezien dat er bij ons in het pakhuis een groot gat was geslagen. De droogdraden hingen aan stukken. Bij ons in huis was al veel kapot. Het een en ander konden we zo wel vertellen. Het was hier net zo goed als in de kelder onder het huis. We zaten alleen veel nauwer. Nu zaten we met 10 man in een schuilkelder, waar eigenlijk maar plaats was voor 4. We zaten op elkaar gepakt. Nu maar afwachten. Het regende steeds granaten. Telkens als er een in de buurt viel, kwam ook daar de kruiddamp binnen. Nu en dan riepen de mensen vanuit de grond naar elkaar toe of alles nog in orde was. Kreeg je een antwoord, wat maar kort was meestal, dan was je weer gerust. Dan werd de ingang met een plank en een deken afgesloten. Wat we die dag gebid hebben allemaal, weet ik niet. Maar we deden het wel veel en vurig. Nog nooit is er op Den Hout zoveel gebid als op 3 november 1944. De kinderen van weduwe Godschalk, waarvan de oudste 14 en de kleinste 6 jaar was, hielden haar eigen goed. Nu en dan huilde er wel eens eentje, maar dat viel best mee. Opeens hoorden we voetstappen. Wat zou dat zijn? Zeker moffen, dachten we, want mensen durfden niet naar buiten. Even deden we de ingang een beetje open. En nu zagen we wat het was. Het waren losgebroken kalfjes en een varken die in de hof bezig waren. Het varken was het brood van weduwe Godschalk uit de trommel aan het opeten. De trommel was wat te groot en daarom had ze die buiten laten staan. Toen ze in het gat gekropen was. Nou hebben we straks geen eten meer, zei ik. Dan eet je maar bij ons, zeiden we tegen elkaar. Om het eten uit de trommel te gaan halen, dat was je leven waard. Het bleef granaten regenen. Nog in 5 minuten was het stil geweest. Het was zoals 12 uur. Dus eigenlijk tijd om te eten. Maar we hadden niks. En niemand had honger ook.
We hadden wel verschrikkelijk dorst. Maar dat hadden we ook niet. Missen het water niet. Het werd erg benauwd doordat die ingang afgesloten was. Je wist niet meer of je moest staan of moest gaan zitten. We hebben toen de ingang weer wat opengemaakt. Toen bekwam je weer wat. Eventjes was het stil, nog geen 3 minuten. En dan begonnen die tonnes weer te vuren. Ik zag een hockey naast ons bij Jan Godschalk in een oogwenk verdwijnen. Een heleboel zand en riet vloog de lucht in. We kregen ook een deel daarvan in de schuilkelder. Om 1 uur of 2 hoorden we ineens een geluid. Het was een gehuil. We vroegen ons met schrik af wat dat zou zijn. Zeker doden. Niemand durfde er naartoe. Want de granaten vielden net zo dicht als iets. We konden niet uitmaken aan het gejammer wie of het waren. En van welke kant het precies kwam. Bij de kelder maar weer afgesloten en afwachten. Nu en dan maar weer bidden. Eindelijk werd het eventjes stil. We lieten alle een zucht. Zou het afgelopen zijn? Vader en moeder wilden eruit. Wij hielden ze tegen. Het was maar goed ook. Laat het 5 minuten stil zijn geweest, dan is het lang. Weer begon het opnieuw. Zou er dan geen eind aankomen? Dat je eens uitkomt? Sla nou een klein stukje over. Opeens komt daar Toon van Dongen aangelopen. Het was zoals 6:30. Kom er maar uit, want we zijn bevrijd. Zeg Fialke, dan moet je naar de Tommies komen kijken en naar de Pansers. Thomas Poel heeft al Engelse sigaretten gehad. Heel de buurt brandt af. Alles zei je door elkaar. Hij was ook net als wij en alle mensen erg zenuwachtig. We zijn toen alle uit de schuilkelder gekropen. Het was overal brand. Voor ons, achter ons, links, rechts. Alles was een vuurzee. Door het licht van de brandende huizen zag je de tanks van de Tommies. Weduwe Godschalk liep even naar huis om te kijken of het hare er nog stond. Dit was het. Wij hebben als Heemkunde Oosterhout ongeveer een 15 dagboeken gedigitaliseerd. Samen met Jos van Alphen onder andere. En dit is eentje van uit Den Hout. Ja. We vervolgen het programma met een nummer dat we ook vorig jaar onder andere gezongen hebben bij de herdenking van de kindertransporten in Kamp Vught. Het is een nummer dat gaat over racisme en discriminatie, dat helaas vandaag de dag nog aan de orde van de dag is. Het lied werd geschreven door Labi Siffre in de jaren 80, waarmee hij zich muzikaal wilde afzetten tegen dit soort praktijken. En de boodschap van het nummer is eigenlijk: je kunt doen alsof ik er niet ben. Je kunt ervoor kiezen om niet naar me te luisteren. Je kunt doen alsof ik minder waardig ben. Maar diep van binnen blijf ik altijd sterker dan jij. Something inside so strong.
Op het verhaal dat Nico voorgelezen heeft over die schuilkelders. En niet onbelangrijk, want hij spreekt erover dat er heel veel granaten overvliegen. En tot nu toe lijkt het dat dat allemaal vanzelf kan. Maar het waren de Polen die het Marktkanaal overstaken met de Engelsen. En daar kwamen die granaten vandaan. Maar het heeft toen meer dan 30 militairen de kop gekost en een flink aantal burgers. Dus bij het verhaal van Nico wel bij dat er 30, misschien wel 50 mensen van gesneuveld zijn. Dus dat wou ik toch even aanvullen, want de Polen die hebben ons wat dat betreft bevrijd. Ja, wij mogen dus nu als extra toevoeging op de beloftes die ze al hadden gedaan om te zingen, de vlierenfluiters, gaan ze nu nog een lied aan u vertolken. Dus geniet eraan. Je hebt een droom die altijd sterker is.
gaan toch eigenlijk een beetje naar het hoogtepunt toe van deze dag. En dat is toch het open gaan stellen van onze schuilkelder. Die later dan voor het publiek opengesteld gaat worden. En voor onze scholen en andere mensen die geïnteresseerd zijn. We willen deze opening... Pastoor Verloon heeft hem gebouwd. Maar die is er niet meer. En we vonden het dan wel toepasselijk om dan de huidige pastoor... en het hoofd van onze parochie daarvoor uit te nodigen. En die is bereid geweest om de opening te komen doen. Dus ik nodig Ronald van Bronswijk uit, pastoor van de Catharinenparochie. Goedemorgen allemaal op deze bijzondere en ook hele mooie dag. Daar mijn voorganger en bouwer van deze schuilkelders niet meer leeft, neem ik het stokje in deze estafette naar de vrijheid van hem over. Vrijheid is een groot goed. En wie dat ons geeft, maakt eigenlijk niet uit. Of dat nu God is, wat ik denk, vooral op deze dag, omdat Hemelvaart en Bevrijdingsdag samenvallen. Of het is een ander, bijvoorbeeld een ondergrondse schuilplaats. Mijn voorganger, Alfons van Loon, ook wel pastoor van Loon, of zelfs monsieur van Loon, had duidelijk een sterk ontwikkeling realiteitsgevoel en een vooruitziende blik. Door zijn afkomst van een bemiddelde familie uit Steenbergen, kon hij zich permitteren een deel van zijn vermogen te steken in een aantal projecten, zoals het verhogen van onze kerktoren, maar ook het uitbreiden van het parochiehuis en zelfs het bouwen van deze schuilkelders. Ongetwijfeld zullen tijdens het roken van een grote bolknak en een gloedglas wijn met de notabele de ontwikkelingen van deze schuilkelders tot stand zijn gekomen. Een snelle bouwvergunning en een vakkundige Oosterhoutse firma Struik zorgde dat deze schuilkelders reeds in 1939 geopend konden worden. CQ klaar voor gebruik waren. Net als zijn gevoel voor andere projecten, zoals voornoemd, die vooral de samenleving dienden, is deze kelder wellicht ook gebouwd om meerdere mensen uit de omgeving in te laten schuilen. Vooral de pas ontdekte tweede schuilkelder en met de aan zekerheid grenzende ontsnappingsgang naar het toenmalige EK-gebouw, geeft aan dat de heer niet alleen voor zichzelf en zijn directe medewerkers heeft gebouwd, maar ook voor de mensen in de omgeving die achter het EK-gebouw, patronaat, via een trap naar de tunnel, wellicht gebruik konden maken van deze schuilplaats voor het oorlogsgeweld. Eigenlijk tegen het oorlogsgeweld. Wij hopen dat wij gevrijwaard blijven van een derde wereldoorlog. En wie gelovig is, zal daar best een schietgebedje voor doen. Ondanks deze wens gaan wij toch deze schuilkelder wakker maken door te heropenen en educatief te gaan uitdragen naar een ieder die geïnteresseerd is. Maar vooral naar de jeugd toe. Na het prachtige lied van Claudia de Breij, dat nu kinderkoor vertolkt gaat worden, nodig ik graag Piet Heerkamp uit, die net als... Sorry, Piet van Heerbeek, neem me niet kwalijk. Die net als andere oud-militairen hier aanwezig als de zetman van de Pater Kersenmakersgroep in de realiteit van de oorlog heeft gestaan. Ik vraag nu de heer Piet van Heerbeek naar voren te komen voor het doorknippen van het lint. Aan mijn kleinkinderen, Nieke en Sam, geef een kussen, draag een kussen waar de scharen op liggen, om door Piet van Heerbeek en Ronald van Bronswijk het lint tot toegang tot de schuilkelder te gaan doorknippen. Dus jongens, gaan jullie mee? Kom maar. Als jullie dan links en rechts van de in 1939 gebouwde schuilkelder links van 1939 en rechts van 45 timmer. Ja!
geopend. Nu dan het mooie lied van de Vlierenfluiters, gezongen door de Vlierenfluiters van Claudia de Breij. Oh, wel naar dat toe, jongen. Ja, niet aan jou. Nee. Komt er. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als mijn clubje komt. Waar ik niet bij me horen, mag ik dan bij jou? Als een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als ik nergens anders kan? Staat mijn microfoon? Ja, mijn microfoon. Dankjewel voor de prachtige vertolking van dit mooie lied. Ik stel voor dat de gentleman goed vasthouden aan de trapleuning, alsjeblieft. Dit is de eerste groep. Goed, hè? Ja, het was zesvol. Maar ik heb te weinig licht, dus ik heb 12 vol. Maar het is dan trouwens. Thank you.
Dan gaan wij voor de hele gang. Kom hier naar nou de toilette, kom maar hier naartoe. Kom maar. Ja, kom aan deze kant. Oh, je denkt op het opstapje. Nou, zullen we eerst een opstapje doen? Een paar mensen naar binnen en dan zal ik de deur bij iedereen doen. Ja, stap maar op. Het is hier lekker koel. Heerlijk. Het bier staat koud hier. Ja. Hier is een bierwagen. Oh, het bier wel. Oké. Was dat beter voor mijn voet? Ja. Ja. Dan moet je champignons kweken hier. Ja. Ik niet gaan kijken. Dat brengt meer op. Best groot, hè? We hebben hier wel de buurt. Denk op het opstaan. Wereldwoord is toongesteld. Die waren dus niet meer. Maar we wouden het ook laten zien wat er allemaal voor schulden waren. Om de pistool hier zat, was er een hele grote. Ja, een beetje. Maar hij had ook een wits toe, mensen. Kijk. En degenen die bij me waren, uiteraard ook. Dit hier is nog een mooie bureau. Zullen we kijken? Zit het, dit is uit de kerk. Dan is er ook geslapen, we hoorden natuurlijk. Hier staat een bed. En er stonden een aantal klaar natuurlijk. Nog een lang net de mensen waren, moesten ze kunnen liggen ergens op. Die hadden nog bij een tafeltje. Met wat apparatuur op de vangst. En een warmtrommel uiteraard. Wanneer ze dragen een beetje opbouwen frissen, daar staat de was gelegen. Ja. Even kijken. Hebben jullie het zo een beetje gezien? Ja, maar, zeg, het is niet, maar ik ga vertellen over de tweede kelder. Die hiernaast, achter dit luik. Het is eigenlijk een even grote kelder geweest. Alleen die is bij de bouw van Aquadoe in 1977 is het dak ervan kapot gemaakt. Brokstukken liggen daaronder. Ik heb een radaronderzoek laten doen. Maar ja, dus die kelder die is volgegooid. Wat we nu gedaan hebben is eigenlijk een beetje een beeld geschept hierachter. Helaas, de voice-over is nog niet hard genoeg. Maar zo moet het er nou ongeveer uitzien. Dus hier zien we de resten van de oude kelder met de ontsnappingsluik naar Scherveneuvel, de tunnel. Ja. En die is ingestort zo waar de brokstukken liggen. Er is natuurlijk dus een onderzoek naar gedaan. We hebben erop papier. Ja, maar je moet nog vriendelijker zijn. Zo. Dus ik ga in de kelder gebakken. Goed, dan gaan we weer naar het onderzoek. Dus ik ga het al een beetje. Ik weet niet of ik het zo is. Ik weet niet of ik het zo is. Ik weet niet of ik het zo is.
Ja, van de oud. Nee, pak een glas. Chapeau. Since the mama fish, you swim if you can, and they swam all over them. Boop, boop, in that water, choo! Boop, boop, in that water, choo! Boop, boop, in that water, choo! And they swam all over them. Now, talking on land is not hard to do, but the fishes talk underwater. Yes, it's true. Well, how they started, I don't know. But here's a little fishy talk. Here we go. Down in the middle, in the end, pull from three little fishy and a mama fin too. Thin fed mama fin, thin with your dad, and they fam all over them. Boop, boop, thin, that a mama, choo. Boop, boop, thin, that a mama, choo. Boop, boop, thin, that a mama, choo. And they fam all over them. Fishes didn't quite understand what the mama was saying about swimming in the dam. Like all the little children, fishes wanna play. So this is what the mama fishy had to say. Stop, said the mama fish, you'll get lost. But the three little fishes didn't wanna be bossed. The three little fishes ran on a spree, and they swam right out to the sea. Boop, boop, bim, then one, two, oh, boop, boop. Then one chew out, boop, boop, din. Then one chew, and they swam right out to the sea. Whee! Yelled the little fish, this is fun. We'll swim in the sea till the day is done. So they swam and they swam, and it was a lark till all of a sudden. They met a shark! Fishes look like whales. And quick as they could, they turn on their tails. Back to the pool in the middle, they swam and they swam and they swam all over the dam. Boop, boop, in, and one, two, oh. Boop, boop, in, and one, two, oh. Boop, boop, in, and one, two, oh. And they swam all over the dam. Boop, boop, in, and one, two, oh. Of people in each room. Want someone be in America? Come and see in America. Why is my be in America? Very big deal in America. I'll drive a few into San Juan. If there's a road you can drive on. I'll give my cousins a free ride. Oh, you get all of them inside. To America, many hellos in America. Nobody knows in America, Puerto Rico's in America. I bring a TV to San Juan. If there's a current to turn on, I'll give them the washing machine. What if they got it to keep clean? I like the shows of America. Go for the shows in America. Shut up and get gone. Everyone there will have been cheered. Everyone there will have moved here. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything's free in America. For
En natuurlijk is het hier nog niet afgelopen. Iedereen die zin heeft, kan gewoon nog lekker blijven borrelen. Lekker naar beneden gaan kijken hoe dat het in de schuilkelder is. Maar onze geweldige artiesten en iedereen die hier aanwezig is. Ik wil niet te veel verloop hebben van mensen die weggaan. Dus ik wil toch al wel een dankwoord uit gaan brengen. Ik zal het snel afronden, zodat u van een drankje en een hapje kunt gaan genieten. En onze kleinkinderen hebben folders uitgereikt waarop nog het een en het ander staat. En ook de contactinformatie om afspraken te kunnen maken voor eventuele bezichtiging buiten nader vast te stellen en te publiceren bezichtigingsdagen. Ja, het is natuurlijk geen Oscar-uitreiking, maar toch ga ik een aantal personen bedanken. Martin, jou als eerste. Mijn grote steun en toeverlaat met het uitzoeken en het regelen van alles. Jan Hendricks. Waar is Jan? Jan gaat altijd al in de bus. Oh nee, die bus vandaag. Ja, die gaat in de tommer. Jan, jij ook met uw steun aan dit project. Ja, die er helaas niet bij is, maar toch ook medewerking heeft verleend, is Frans van Wanrooijen. En dus alle van de heemkunde voor hun niet aflatende inzet voor dit project. Dan speciaal mijn maat Frans Wildhagen, die samen met zijn vrouw Ria ons enorm geholpen en gesteund hebben. Sissy en Kees Vermeulen en hun mensen die dit lekkers allemaal gesponsord hebben. Geweldig. Maar ook, en die zijn wel weg wel, Koert en Heidi van de Westen voor de lekkere gebakjes. De koren mogen we niet vergeten. En de band. En de Close Harmony Singers, als ik het zo mag zeggen. De mogelijkheden van het gebruik van de vinder. En zo zijn er nog velen die ik misschien of bijna vergeet. Zoals, die is misschien ook net vertrokken, Hans van de Prijs van de Krant. Ja, staat weg. Waar is hij dan? Net weg. Oh, die is al weg. Oh, oké. Okay. Hans, jij bedankt voor de controle van de teksten. Geweldig. En niet te vergeten Paul Sittler. Waar is hij? Hier ook. Paul Sittler van Xim Systems. Voor zijn prachtige layouts van het drukwerk. Maar ook het vervaardigen van de borden die daar langs de pad staan. Kortom, geweldig. Maar de belangrijkste die komt eigenlijk nu. En dat is onze oudste. Die het toch allemaal maar heeft toegestaan dat er zoveel op ons afkwam. En altijd maar klaar stond met een bakje en iets lekkers. Alle ongemakken van continu mensen over de vloer. Waar ik ook wel eens vergat om te vertellen dat ze kwamen. Kortom, een wereldvrouw. Dank voor je steun en support. Ja, en een belofte. Voorlopig geen grote ondernemingen meer. Dank aan iedereen voor uw aanwezigheid hier. En ga de schuilkelder nog in. En of neem nog een drankje en een hapje. En daarna allemaal wel thuis. Dank u wel. Ja, want daar staat iedereen te bedanken. Dankzij het enthousiasme van Paul en Hans. En hebben wij als heemkunde heel veel medewerking gekregen om dit mee op touw te zetten. Dus ik denk dat voor Hans en Paul zeker een applaus op zijn plaats is. Thank you.
Ja, jullie kunnen komen, wij gaan in de eerste. Moesten ze mee? Waar komt je aan?